Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag heb ik weer een leuk Indisch recept dat we gaan koken. Namelijk sambal goreng kentang kering. Dat zijn van die kleine aardappelstikjes, die kleine mini frietjes, maar dan gekruid, Indisch gekruid. Wat een heerlijk bijgerecht is bij Indische maaltijden of een Indische rijsttafel. Dus laten we gaan beginnen. We beginnen met het schillen en snipperen van 2 uien en 1 teentje knoflook. Zo, dat zijn de uien en de knoflook. Dan gaan we nu de uien en de knoflook even fruiten. Schud je olie in de pan. Eerst met de uien. Nou, de uien beginnen nu een beetje glazig te worden. Dan doe ik de knoflook erbij. Ga ik nog heel even mee fruiten. Het hoeft niet helemaal bruin en gekarameliseerd. Het mag een beetje glazig blijven in dit stadium. Nog even 1 minuutje, denk ik. De uien zijn nu glazig gebakken. Doe ik er 1 eetlepel sambal oelek bij. Sambal oelek, zoals je weet, dat is gewoon gemalen rode pepers met zout. Verder niks. Mocht je wat pittiger willen, kun je wat meer doen. Maar in principe moet 1 eetlepel genoeg zijn. En dat bakken we ook eventjes mee met de uien. Goed, dan is het even een paar minuutjes meegebakken. Nu ga ik eraan toevoegen ketchup, van de zoete ketchup en uiteraard die van ABC, hè. Niet van een ander merk, want dit is gewoon de lekkerste. 2 eetlepels, 1, 2, ik zet het vuur even wat lager, en gula java, oftewel Javaanse suiker. En die heb je in poedervorm, die heb je in van die blokken, zie je op het plaatje, en dit is de vloeibare vorm. En de vloeibare is degene die we vandaag nodig hebben. Dus vloeibare palmsuiker. Daar doen we 3 eetlepels van. En dat roeren we even door elkaar. Dit is de saus. Nou, de frietjes die gaan we niet zelf snijden en bakken en frituren. Die kopen we gewoon kant-en-klaar in de supermarkt. Die kunnen gewoon naturel gebruiken. Of je kunt zeggen, we doen half om half, half naturel en half paprika. Dan heb je hem iets gekruiden. En ik denk dat ik dat doe. In ieder zakje zit 150 gram, dus dat komt goed uit. Ik heb 300 gram nodig. Gooi een zakje naturel er doorheen. En een zakje paprika smaak. En dat ga ik even omroeren. Tot het helemaal bedekt is met de saus. In ieder geval tot de saus goed vermengd is. Nou, de frietjes zijn nu helemaal bedekt met de saus. Maar nu is hij nog vochtig en het is natuurlijk de bedoeling dat ze droog zijn. En dan kun je ze ook, als je ze goed luchtdicht verpakt, goed bewaren. Dus ik zet het vuur uit. En dan doe ik ze op een bakplaat. Ik heb de oven voorverwarmd op 130 graden. Ik heb hier een bakplaat met bakpapier, dat het niet gaat plakken aan de bakplaat. Dan gaan we daar even op uitspreiden. Zo. En die mag nu even een poosje in de oven. Dus ik laat de frietjes nu 5 à 10 minuten in de oven op 130 graden. Dan haal ik ze eruit, ga ik ze dan even omscheppen en dan gaan ze nog weer even de oven in. Tot ze mooi droog zijn. Hij zit nu een kleine 10 minuten in de oven. Dus dan ga ik hem eventjes eruit halen en omscheppen.
andere kant ook wat kan indrogen. En nu nog een minuutje of 10 erin. Nou, de kentang heeft wederom 10 minuten in de oven gezeten. Dan kan de oven nu uit. Die kan ook uit. De bril beslaat. En nu gaan we even laten afkoelen. En wel, terwijl hij aan het afkoelen is, moeten we ook nog af en toe even omscheppen. Zodat de frietjes niet aan elkaar gaan plakken. Ze zijn nu nog heel kleverig omdat ze warm zijn. Laten we nu eventjes afkoelen en drogen. En af en toe nog eventjes omscheppen, zodat ze helemaal los gaan raken. En dan hebben we heerlijke sambal goreng kentang kering. Dus we wachten het eventjes af. En zie hier het resultaat. Een lichtpittige, lekkere, krokante sambal goreng kentang kering. Lekker voor bij de rijstmaaltijd, maar ook heerlijk om zo lekker stiekem op te snoepen. Als je dit wil bewaren, doe het dan in een luchtdichte pot of verpakking. Dan blijft het nog een tijdje goed, als je het tenminste zo lang kan inhouden. Vond je dit nou een leuk filmpje? Like dan deze video en abonneer je op ons kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke recepten die we nog gaan delen. Slam het makkelijk!